Goedenavond, welkom terug bij de AVRO op Nederland 1. We hebben het al een paar keer gezegd vandaag. Elke zaterdag een speelfilm bij de AVRO en elke eerste zaterdag van de maand is dat een James Bond film. Vanavond de eerste in de cyclus, Dr. No. Society Minute Nederland, opgelet. Gert-Jan Dreugen is weer terug met Glamourland, elke week na de speelfilm. Om 10:50, Karel van de Graaf en van de Antwerpen gaan we nu naar hem over. Ik spreek vanavond met drie gasten. De eerste is Tom Hofman. Zijn saxofoon durft hij niet meer aan te raken. Hij is al twee keer gestruikeld in de marathon van New York. Maar hij speelt de Sterren van de Hemel in een nieuwe Nederlandse film. Dan Goedele Liekens, de voormalig Miss België. Ze studeert binnenkort af als seksuologe. En ze maakt een videotherapie voor mensen met seksproblemen. Neuken wordt door veel mensen wel beleefd als een heel sterke gemeenschappelijke ervaring van in elkaar opgaan. En de derde gast is Willem Frederik Hermans. Van hem verscheen deze dagen zijn 83ste boek. En alweer loopt het met alle hoofdpersonen slecht af. Waarom doet die man dat toch? Kijken straks naar Glamourland. Elke eerste zaterdag van de maand een James Bond film. Vanavond de eerste, Dr. No uit 1962. Ian Fleming is de schrijver van Dr. No en hij is, net als alle andere 007 verhalen, is ook Dr. No tot op zekere hoogte gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Dr. No was het debuut van Sean Connery in de rol van James Bond en ook de mooie Ursula Andress maakte haar debuut. En let u eens op de klassiek geworden scène van haar opkomst uit de zee in witte bikini. Dr. No.